Annemarie, een derde plaats. Dat is niet helemaal wat jij verwacht had vandaag. Nee. Als het zo goed gaat, niet. Nee, het ging echt heel lekker. Maar het materiaal is niet echt mee. Dus dat is heel erg balen. Ja. Had jij ingecalculeerd dat degene die eerste zou worden als junior dame, dat die twee truien zou krijgen? Nee, dat wist ik zelf eigenlijk van tevoren niet. Dus dat is wel jammer. Maar ja, als het zo is, is het de regels denk ik dan. Hè? Dan is het zo. Ik vind het wel jammer. Ja, als je dan achteraf terugkijkt op deze wedstrijd, kun je tevreden zijn? Wil je tevreden zijn? Of is dat echt een hele dikke teleurstelling? Nou, ik denk hoe ik reed was, ging supergoed. Ik denk als ik gewoon geen pech op mijn fiets had, dan weet ik zeker gewoon echt voor de overwinning was gegaan. En weet ik ook zeker dat ik misschien wel gehaald heb. Ik reed makkelijk twee keer, tot twee keer toe ben ik naast toe teruggereden. En als ik geen pech had, dan weet ik zeker dat ik gewoon een kant in had gezeten dat ik had gewonnen hier. Ja. Over 3 weken, Bieles, dan heb jij nog 3 weken extra kunnen trainen. Zie je daar voor jezelf kansen? Ja, het is lastig, maar ik ga er wel voor. Ja, winnen weet ik niet, maar een mooie plek daar wil ik wel hebben. Zoals EK heb ik pech gehad. NK reed supergoed, maar niet echt wat ik gehoopt had. En nu het WK, dan hoop ik dan een goede uitzet neer te zetten. Annemarie, van ons uit toch gefeliciteerd. En ik zou bijna zeggen op naar Bieles. Ja, ga ik doen. Dank je wel.